Dag dames en heren, goedemorgen. Het wordt vandaag een stralend zonnige winterdag. En als u nog wilt schaatsen en dat kan veilig op ijsbanen, dan zou ik dat vandaag doen. Want vanaf morgen, ja, dan wordt het zo zacht dat het ijs overal gaat smelten. Vandaag hebben we nog steeds te maken met een zuidoostelijke aanvoer van koude en ook droge lucht. Zeeland begint nog met wat bewolking en ook Limburg, maar dat lost in de loop van de ochtend op. En daardoor krijgen we overal de zon te zien vandaag 2 tot 3 graden. Dat zijn de maximumtemperaturen in de plus. En daarbij waait er een vrij stevige zuidoostelijke wind. mate van kracht, windkracht 3 tot 4. Ook vanavond en vannacht waait het. En daardoor wordt het net iets minder koud dan afgelopen nacht. Afgelopen nacht in Enschede min 9,5 graad. Bijna strenge vorst. Overigens aan de grond heeft het op heel veel plaatsen... in het oosten en zuidoosten streng gevroren. Min 5, min 6, dat zijn de laagste temperaturen temperaturen komende nacht en het waait daarbij ook matig langs de kust. Morgen overdag dan wordt er zachtere lucht naar ons aangevoerd. Betekent dat de temperaturen echt flink hoger uitkomen, 9 graden. Op sommige plaatsen zelfs in de dubbele cijfers. En we krijgen ook wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Ook zaterdag blijft het tot de avond droog, maar zien we wel wat bewolking. En daarna ja, dan krijgen we ook met regen te maken, vooral op de zondag. Dat lijkt een hele natte dag te Gaan worden en de vorst verdwijnt. Overdag gaan we naar temperaturen van een graadje of 8, 9 en dan waait af en toe een stevige wind.